Je kent ze wel. Iedereen heeft hier wel eens uit moeten kiezen. Maar kies je deze, of die, of misschien deze? Ik wil de zwaarste met veel chocola. Om uit te zoeken welke dat is, koop ik zeevruchten. Van de Albert Heijn, de Aldi en de Jumbo. Veel daarvan. Veel daarvan. Veel dus. Eerst een kort vergelijkend warenonderzoek. Ze zijn exact hetzelfde. Zelfde fabriek, vergelijkbare voedingswaarden. Ik ga even reflecteren op mijn levenskeuzes. Ach, het is in ieder geval een goede steekproef. Maar op basis waarvan kiezen anderen? Ik vroeg het de mensen op straat. Het vormpje. De vorm, denk ik. Ik denk welke vorm het meeste aanspreekt op dat moment. Of ik veel vulling wil of veel buitenkant? Op basis van de vorm, denk ik. Een beetje de kleuren. Mijn jeugdherinneringen. Ja. Bedankt, mensen. Dus de meeste van jullie denken helemaal niet na over welke het zwaarst is? Nee. Oké, maar dit is wel echt allemaal de moeite waard en voegt wat toe aan de wetenschap en het maatschappelijk debat? Ja. Oké, gelukkig. Dat had ik even nodig. Dan is het nu tijd om te wegen. Schelpen zijn gewogen en het lijkt duidelijk, maar ik moet zeker zijn. Zeker dat het daadwerkelijk statistisch significante verschillen zijn en niet gewoon toeval. 300 schelpen, een standaarddeviatie van .326 tussen de vormen. Een standaarddeviatie van .163 binnen de zwaarste groep geeft een z-waarde van ongeveer 2.2. Het is duidelijk. Met trots presenteer ik jullie de zwaarste twee en de lichtste zeevrucht. Samenvattend, als je zoveel mogelijk chocolade wilt, kun je het beste één van de chocolaatjes op de hoeken kiezen. En voor de mensen die het willen laten, maar het niet kunnen laten, kies deze schelp.